Weinig om het lijf. Dat is de naam van een nieuwe, opmerkelijke tentoonstelling in het Stedelijk Museum van Sint-Niklaas. Weinig om het lijf is een mooie tentoonstelling rond lingerie. En als je die komt bezoeken, zal je merken dat die tentoonstelling heel wat om het lijf heeft. Mensen kunnen hier een privécollectie komen bewonderen rond lingerie. Een collectie verzameld door Armand Miklot. Armand heeft 40 jaar in de lingerie-industrie gewerkt in Oudenaarde en is een gepassioneerd verzamelaar. Het gaat om collectiestukken die eigenlijk dateren van 1890 tot de dag van vandaag. Er zijn originele corsets dat je kan zien, portechartels, maar vooral het topstuk is een opblaasbare BH. Als je die BH bekijkt, daar zitten twee rietjes in aan elke cup. En dan moest je dit eigenlijk cup voor cup opblazen. De tentoonstelling opent op zondag 12 juni. En dat tijdens een speciale gelegenheid waarbij het breiatelier in hetzelfde gebouw in de kijker wordt gezet. De opening van de tentoonstelling Wijn om het lijf die gaat door op de dag van de brei. En het is voor iedereen de moeite om eens langs te komen, om oud-collega's en zo te ontmoeten. Op deze dag zijn er speciaal extra vrijwilligers aanwezig om gans het machinepark zoveel mogelijk te laten draaien, zodanig dat iedereen nog eens de geuren en kleuren van vroeger kan opsnuiven. Kom langs naar de Dag van de Brei op zondag 12 juni van 2 tot 5. Kan je er zondag niet bij zijn, dan kan je tot en met 18 september de tentoonstelling Weinig om het lijf bezoeken. Voor meer informatie surf naar musea.sintniklaas.be.